Hoi jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van Hoefwijzer. Vandaag neem ik jullie weer mee op stal. Het is vandaag zondag en dat betekent dat je een paar dingetjes zelf moet doen. Zoals je paard binnen en buiten zetten en ook even je stalletje doen. Ik ga dat nu even doen bij Noora, want Noora staat nu nog buiten. En dan is het wat handig, want dan staat die stal gewoon leeg en dan staat er geen Noora in de weg, zeg maar. Dus ik ga Noora's stal even doen. Vandaag moet ik ook Zora rijden. Zora is mijn bijrijpaard en ik wil vandaag een sprongetje gaan maken. Maar goed, laat ik beginnen met Noora's stal. Noora's stalletje is helemaal klaar. Ik heb nog een beetje extra stro ingelegd, zodat ze, als ze wil gaan liggen, dat ze gewoon lekker kan liggen. En ik ga nu heel even slobber maken. En ik heb ook, dat doe ik wel eerst even in de voerbak. Heb ik een appeltje uit eigen tuin en een vitaminekoek die ik ook haar ga geven. Doortje! Hey! Hey, ga je mee? Hey! Zo! Even wachten, Noora. Gaan we in de stal. Even draaien. Ja! Gaan we zo eten. Dan ruikt ze gewoon. Ik ga even de halste afdoen. Noora. Ja, goed zo. Ga maar lekker eten. Zora staat nu op de poetsplaats en ga ik haar lekker poetsen en opzadelen. Zo, het is echt heel mooi weer. Ik sta nu hier met Zora. We zijn al helemaal klaar opgezadeld en gaan we lekker springen vandaag. We gaan het niet heel hoog maken hoor. Gewoon een beetje voor de lol. Gewoon een beetje kruisjes springen en zo. Ja? Ik hoop dat ze er zin in heeft. Ik heb nog maar één keer eerder met haar gesprongen en dat was echt 20 centimeter. Dat was niet heel spectaculair eigenlijk. Ja? Maar dat ging wel goed. En kijk, de hindernissen staan al klaar voor het begin. Ik ben nu met Zora aan het uitstappen en ik vond het echt heel goed gaan, ondanks dat we heel laag hebben gesprongen. Maar ik ben het ook niet zo van het heel hoog gaan, omdat mijn basis van springen die is niet zo heel goed. Ja, jullie hebben misschien ook aan mijn zit gezien. Er moet gewoon nog heel veel aan gesleuteld worden en dan is het onverstandig om echt de hoogte in te gaan. Dus ik heb het gewoon lekker laag gehouden en dat ging heel goed. En zo hebben we het ook goed afgesloten en dat vind ik heel belangrijk. We gaan nu eventjes nog verder uitstappen en daarna afzadelen natuurlijk. En daarna ga ik misschien nog heel eventjes Noora poetsen en aandacht geven.
Nou, ondertussen is mijn lippenstift eraf. En ondertussen heb ik ook alle spullen al even opgeruimd. En staat Zora heel eventjes in een stapmolen. Weet ik 100% zeker dat ze goed is uitgestapt. En wat is dit nou weer voor haar plukje? Zora, ga je mee? Even kijken, stopt hij op tijd? Ja, hij stopt op tijd. Goed zo. Ga ik Zora even pakken. Hé. Hey. Kom maar. Zo. Ja, braaf. En even het ding weer dicht doen. En dan lopen we nu terug naar stal. Ik heb een appeltje, ook uit eigen tuin, voor Zora. Heeft ze al verdiend, want ze deed echt heel goed hoor. Zo, mevrouw, kom maar. En even hoor. Kom maar. Zo. Net heb ik Noora gepoetst en nu gaan we eventjes wandelen in de buitenbak. En zoals de meesten van jullie weten was Noora niet mee naar Horse Event. En het was omdat ze ziek was en ze heeft eigenlijk het hele weekend van Horse Event nog best wel last van gehad. Ze was koortsig, ze was verkouden eigenlijk. En nu gaat het echt een heel stuk beter. Ze is eigenlijk gewoon weer de oude. En Noora die maakt af en toe weer even een sprintje door de wei van vreugde. Zit gewoon weer heel... lekker in de vel. En toen was ze ook een beetje slaperig. En nu helemaal... Oh, je ziet het helemaal niet meer. Nou, goed voorbeeld. Ze voelt zich echt wel beter. En het is dus eigenlijk ook een plan om haar nog 24/7 op de wei te zetten. En dat willen we over een week gaan doen. En het was dus nog eventjes kijken of ze wel er weer fit genoeg voor zou zijn. Maar volgens de dierenarts kon ze diezelfde week dat ze zich weer beter voelde, kon ze eigenlijk alweer op de wei. En dat is nu alweer een week geleden ongeveer. Bijna 2 weken geleden. Dus het plan is dat Noora over een week... naar die wei toe gaat. Dat is wel jammer, maar het is wel beter voor Noora. Ik denk dat ze dat heel leuk gaat vinden. Lekker de hele dag op de wei met vriendjes. En ze heeft al eerder een jaar 24/7 op de wei gestaan. Nou, dat vond ze zo'n fijne tijd. Ze was toen ook een keer wat koortsig. Toen moest ze ook binnen staan. En eigenlijk voelde ze zich toen in 2 dagen alweer lekker. Dus toen zette ik haar toen op de wei. En toen was ze zo blij. Gaat ze poepen. Nou, maar ze was in ieder geval heel erg blij. En ze moet volgende week wel echt op de wei. Want ik ben bang dat anders haar vacht niet goed genoeg aangemaakt wordt voor de winter. Ze moet natuurlijk niet te koud hebben. Ja, ga je mee? Gaan we zo even jouw poep opruimen. Ja. Yeah. Ze voelde zich eerst dus niet zo lekker. En een maandag na Horse Event ging ik naar stal toe. En ik heb dat ook voor jullie gefilmd. En misschien ook leuk om aan jullie te laten zien hoe Noora toen een beetje was. Hey. Noortje. Hé, hey, schatje. Hé, hey, ben je aan het liggen, joh? Ja. Yeah. Nou, Noora ligt en ze heeft een deken aan omdat ze dan in de wei gaat liggen. Maar ja, die grond is heel erg koud, dus ja. En daarom heeft ze het deken aan. En hey, Noortje? Ja. Ik ga even kijken of ik beide kan zitten. Hé. Hey. Ga ik er heel rustig naartoe. Beetje bukken. Hé. Hey. Hé, hey, Noortje. Hé. Hey. No. Noortje. Och, schatje toch. Ik heb heel even een koek en een worteltje voor Noora gehaald. Hé. Hey. Oh, nu ben je lekker wakker. En je staat ook wat goed. Dat zie ik graag. En je bent ook een beetje aan het eten. Oh. Yes, ik was net een beetje sip, maar hier word ik wel blij van. Ja, nu zie je er niet meer zo ziek uit. Nee. Nou, ik ben echt eventjes weg geweest. Nog even 5 minuutjes. Nou, dan ga ik even kijken of ze zin heeft in dit. Ik ga het wel eventjes breken buiten. Zo. Ik ben eigenlijk rechts, dus dit is een beetje onhandig. Hier, Noora. Oh, nou. Nom, 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 nom. Beetje goed op, goed zo. Noora voelt zich nu dus eigenlijk weer beter. Heel fijn. En ze huppelt nu ook weer lekker in de weide, heb ik ook gefilmd. Dat laat ik jullie ook nog even zien.
Dus Noora is nu weer helemaal de oude en nu ga ik ook maar even haar mest opruimen. Meer. Is lekker. Hallo. Nou, dat was het dan weer voor vandaag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en vergeet ook niet te abonneren. En dan tot de volgende keer. Doei doei!